allemaal, daar ben ik weer en welkom bij weer een nieuwe vlog. In deze vlog ga ik het hebben over haakboeken. Zoals je kunt zien heb ik er een heleboel omheen verzameld. Ik heb een selectie gemaakt van de boeken die ik het leukst vind of waar ik de meeste inspiratie uit kan halen. En ik dacht dat lijkt me wel leuk om met jullie te delen. Ik moet sowieso zeggen dat ik iemand ben die heel veel haakboeken koopt. Omdat ik gewoon heerlijk vind om te bekijken, om te kijken naar kleurcombinaties, om nieuwe technieken te ontdekken. Maar ik ben ook iemand die heel weinig uit haakboeken haakt. Ik vind het uiteindelijk toch altijd leuker, of meestal leuker, om mijn eigen ontwerpen te maken. Dus ik heb er heel veel, ik haal er heel veel inspiratie uit, ik leer er heel veel van, ik geniet er enorm van. Maar ik maak er heel weinig uit. Ik heb op Instagram een kleine poll gemaakt om te zien wat eigenlijk jullie favoriete haakboeken zijn. Zijn dat nou bijvoorbeeld kleding haakboeken of om steken te leren? Vintage haakboekjes of amigurumi? Nou, het antwoord wat het meest eigenlijk werd aangeklikt waren de amigurumi haakboeken. En dan moet ik ook wel zeggen, dat zijn ook denk ik wel mijn favorieten. Dus daar ga ik mee beginnen. Nou, ik ga beginnen met de haakboeken van Pika-Pau. Dat zijn deze. Ik denk dat jullie ze allemaal wel kennen. Er zijn er inmiddels 3 verschenen. Dus dit is nummer 1. Dit is nummer 2. En dit is de laatste nieuwe. Ik vind de boeken van Pika-Pau gewoon super, super leuk. Ja, het zijn super schattige diertjes die erin staan. En ook heel origineel met de kleding en de kleurtjes. En wat ik ook gewoon heel erg fijn vind aan de boeken is dat ze heel erg duidelijk worden beschreven. Er staan heel veel stap voor stap foto's in en ja, ik denk dat dat toch wel iets heel belangrijks is voor een boek. En ik vind het ook veel leuker om te bekijken als er heel veel foto's in staan. Dus ben je een amigurumi fan en je hebt deze boeken nog niet, dan zou ik zeggen ga zeker op zoek ernaar, want ze zijn echt de moeite waard. Het volgende boek waar ik het over wil hebben, wat soort boeken eigenlijk, dat zijn de vintage boeken. Nou, de vintage boeken zijn eigenlijk de ouderwetse haakboekjes. Dus de boekjes die je misschien nu op een rommelmarkt terugvindt of in een kringloopwinkel. Er werd niet zoveel voor gestemd, bijna helemaal niet. Maar eerlijk gezegd moet ik je zeggen dat boekjes zijn waar je echt super, super veel uit kunt leren en uit kunt halen. Ze zien er niet zo leuk of aantrekkelijk uit op het eerste gezicht, maar ik heb er hier een paar. En dat zijn vooral stekengidsen. Dus deze. En ja, dat zijn hele ouderwetse boekjes. Ik weet niet uit welk jaar, maar meestal zijn ze wel zo oud als ik ben. Dus dan weet je het wel. Nou, deze is bijvoorbeeld uit 1978. Dus dan was ik 2. Nou, ze zijn wel een beetje saai van binnen. Kijk, vaak zijn ze niet echt met kleurtjes. Maar je kunt er zoveel steken in terugvinden. En het is soms een beetje gepuzzel met de uitleg. Want die vind ik ook niet altijd heel duidelijk. Dus een beetje uitproberen. Maar er staat zoveel informatie in. En ja, ik denk gewoon als je wat meer steken wilt leren. Of bijvoorbeeld echt hoe je boordjes haakt. Of meer de technische dingen. En als je die oude boekjes tegenkomt. In de kringloop, op de rommelmarkt. Dan... Nou, dan zou ik ze zeker meenemen. En ja, ze zijn ook echt, ze zijn gewoon super om uit te werken. En ik moet ook zeggen,
Aan het begin zei ik al, ik doe niet zoveel, ik haak niet echt heel veel uit boeken. Maar ik haal wel heel veel ideeën uit vooral deze oude boekjes. Dus ja, ik zou zeggen, ga op zoek in de kringloop of op de rommelmarkt of bij tantes, oma's. Misschien hebben ze nog wat liggen, want ze zijn echt heel erg leuk en je kan er heel veel kanten mee op. De volgende categorie waar ik het over wil hebben, is de categorie voor zelf kleding haken of sjaals of topjes, mutsen. Dus eigenlijk je eigen kleding ontwerpen. Ik moet zeggen dat ik voorheen daar eigenlijk helemaal niet mee bezig was. Ik maakte altijd heel veel amigurumis of sjaals of hele kleine leuke hebben dingetjes, tasjes. Maar de laatste tijd ben ik toch veel meer ook bezig met kleding haken. Dus truien, vesten, zoals dit vest bijvoorbeeld. En ik heb er ook wel wat boeken van thuis. En ik ga die ook even met je delen. Het zijn boeken eigenlijk met allerlei verschillende technieken. Sommige zijn in het Engels. Nou, de meeste zijn in het Engels, maar volgens mij zijn daar ook wel vertalingen van. En ik ga jullie even de stapel laten zien die ik zelf heel erg leuk vind. En waarvan ik denk dat jullie er ook wel wat leuks uit kunnen halen. Deze eerste is dit boek. Dat heet Top Down Crochet Sweaters. Dus dat zijn eigenlijk truien waar je bij de top begint. Dus je begint bij de hals. En dan werk je verder naar beneden toe. Dit boek heeft eigenlijk heel veel een soort van basispatronen. Dus het is heel duidelijk. Hier kun je een paar van de patronen zien. Dus het zijn tops. Het zijn ook vesten die bovenaan beginnen. Met vaak eenvoudige steken. Dus hier ook. Eigenlijk gewoon ook heel veel stokjes of stokjes met noppen ertussen. Ze zijn helemaal niet zo moeilijk. Natuurlijk met kleding maken moet je wel heel goed werken met maten. Maar die beschrijving staat er vaak ook heel duidelijk bij. Dus vaak staat er dan ook weer zo'n tekening bij dat je eigenlijk zelf even de maten kunt bekijken. Dus wil je gaan leren haken van de top down, dus van boven naar beneden, dan is dit zeker een heel erg leuk boek. Als je vragen hebt over precies het boek, de naam, de schrijvers, kun je dat altijd even vragen onderin. Want het zijn er te veel om allemaal te gaan linken. Maar als je zegt, kun je me dat nog eens even laten zien, dan zal ik er een linkje bij zetten van onder. Dus gewoon even vragen. Dan deze. Die heb ik nog niet zo heel lang. Dat is het haakboek van Katie Jones. En daar staan eigenlijk vooral haakpatronen in voor kledingstukken waarvan de basis een granny square is. Dus dit boek is heel erg goed voor beginners. Kijk, er staat bijvoorbeeld zo'n vest in van granny squares. Een poncho. De truien, ook hele duidelijke maattabellen erbij. Dus ben je een beginner en wil je toch al met kledingstukken beginnen, dan is zo'n soort boek als dit. Of ja, je kunt online ook heel veel vinden van kledingstukken met granny squares. Maar dat is zeker heel erg leuk om te beginnen. Dit boek kan ik je nog niet zoveel over vertellen. Dat heb ik nog niet zo heel lang. Maar omdat ik meer met kledingstukken wil gaan werken, leek het me toch wel heel fijn om wat meer daarover te weten. Dus dit zijn eigenlijk ook heel eenvoudige basistruien. Dus kijk gewoon met bijvoorbeeld color blocking. Dit is niet van de top down. Dus hier in dit boek
werk je echt gewoon met een voorpand haken, een achterpand, je mouwen erin zetten, je boorden. Dus dit is wat meer traditioneel. Ja, het is een heel goed, denk ik, basishaakboek. Omdat er gewoon heel veel basismodellen in staan. Kijk, bijvoorbeeld gewoon. Het is echt een beetje stijlvorm met een spijkerbroek. Een beetje zie, grijs-wit. Het is heel, in mijn ogen een beetje sobertjes. Maar je hoeft je natuurlijk niet aan de kleuren te houden die in het boek staan. Je kunt er altijd je eigen draai aan geven. Dus maar, er staan veel patronen in en weer hele duidelijke maatabellen ook in deze. Dus ook een hele leuke voor kleding te haken. Dan heb ik hier het boek van Juf Sas. Nou, Juf Sas, die kennen we allemaal natuurlijk wel. Ze heeft alweer een ander boek ook. Dit is haar eerste boek. En hierin staan ook veel verschillende truien om zelf te haken. Ook wordt er uitgelegd hoe je iets duidelijk op je eigen maat kan maken. En er staan vesten in, truien. Dus zeker ook een hele leuke om inspiratie op uit te doen. En ook, ik denk als je wel kunt haken, maar misschien nog niet veel kleding hebt gehaakt, denk ik dat dit ook wel een heel leuk boek is. Waar je heel veel uit kunt halen. Nou, dan mijn laatste van kleding. Dat is eigenlijk, dat is wat moeilijker. Dus als je nog niet veel hebt gehaakt, is dat er nu niet echt één om mee te beginnen. Maar hij is wel gewoon heel, heel erg leuk. En heel kleurrijk. Het is vooral met mozaïek haakwerk, tapestry. En veel ingehaakte motiefjes. Bijvoorbeeld deze trui. Kijk hoor. Het is echt wel heel erg leuk. Wat ik heel erg leuk vind aan dit boek is dat het eigenlijk lijkt of het gebreid is. En wat ik soms vind dat je met haakwerk kunt hebben, is dat iets best wel stijf is of niet zo verfijnd. En in dit boek worden eigenlijk, het is allemaal gehaakt, maar doordat de patroontjes best wel verfijnd zijn, krijg je een heel mooi effect, wat meer eigenlijk op een gebreide trui lijkt. En vind ik eigenlijk wel heel erg leuk. Dus dat wil ik wel eens uitproberen. Maar ik moet zeggen, ik ben niet zo heel sterk in mozaïek of tapestry. Ik word altijd een beetje gek van alle bolletjes die door elkaar heen gaan. Maar ik vond dit boek zo leuk dat ik dacht van ja, dat wil ik toch wel proberen. En deze vind ik echt helemaal super. Dat roze met dat grijs. Dus wie weet. Nou, dat zijn eigenlijk mijn boeken van kleding. Dan gaan we verder met de volgende boeken. Nou, we gaan weer verder. Ik hoop dat jullie het nog allemaal een beetje volhouden, want het is wel heel veel informatie achter elkaar. Maar er zijn er zeker nog een paar die echt de moeite waard zijn, dus ik zou zeggen blijf nog lekker kijken. Het volgende is het magazine van Scheepjeswol. Zij brengen een magazine uit dat heet Yarn. Ieder magazine heeft een ander thema. Dit heet bijvoorbeeld Tea Room. Dit is The Sea Issue, Now Age. Nou ja, er zijn er zo heel erg veel. En wat heel erg leuk is aan dit magazine vind ik dat de vormgeving ontzettend leuk is. Er staan hele, hele mooie foto's in. Heel veel inspiratie qua kleur, qua technieken.
Hier bijvoorbeeld dit vest met deze bloemen. Er staan haakpatronen in en er staan breipatronen in. Er staat altijd wat inspiratie in over ontwerpers of over nieuwe wol. En ja, ik zou echt zeggen, ja, ik vind het echt prachtige, prachtige magazines. En ja, ik weet even niet meer hoe vaak in het jaar ze komen. Volgens mij, nou, ik weet het echt niet. Ik denk 2 keer in een jaar. Ik denk iedere 6 maanden, maar misschien wel vaker hoor. Erg hè? Nou, ik weet het echt niet, maar ja, ik heb er hier een heleboel. En ja, ze zijn gewoon super leuk. Gewoon heel veel kleurinspiratie, heel veel haakinspiratie. Hele mooie foto's. De fotografie is echt ja, super. Dus Yarn Magazine van Scheepjeswol. Echt super, super. Super! Oké, dan gaan we nu naar jullie favoriete categorie en ook wel een beetje de mijne. Dat zijn de amigurumi boekjes. Dus dat zijn de leuke kleine poppetjes, de kawaii prulletjes, dingetjes. Nou ja, ik heb hier een stapeltje met mijn favorieten. De kawaii maak ik eigenlijk toch wel regelmatig wat uit, omdat ik dat gewoon wel leuke kleine ontspannende projectjes vind. De poppetjes, dat, ja, die maak ik eigenlijk dan weer graag zelf. Maar ik kan er wel weer leuke ideeën uithalen als ik ergens een leuk kraagje zie. Of dat ik denk, oh, hier hebben ze dat haar zo gedaan. Of een leuk detail hoe ze een gezichtje maken. Dus ja, hoe dan ook kun je er heel veel inspiratie uithalen. Mijn 2 favorieten van kawaii. Volgens mij heb ik ze wel eens eerder laten zien, maar... Dat zijn deze 2. Staan gewoon vol met hele leuke kleine, ja, kleine projectjes om te maken. Ook leuk voor een verjaardag of gewoon als je een klein cadeautje nodig hebt voor iemand. Dus deze 2 boekjes zijn heel erg leuk. Dan ja, haakboekjes. Oh ja, deze 2 zijn mijn meest recente amigurumi boeken die ik heb gekocht. Dus dat is Amigurumi aan zee. En dat is Lulu en haar amigurumi vrienden. Dus deze 2. En ja, ik moet zeggen, ze zijn echt, ze hebben heel veel detail. Dus het is wel... ze zijn wel iets ingewikkelder. Als je nog nooit poppetjes gemaakt hebt, of dan vind ik dit niet echt boeken om mee te beginnen. Maar als je wel al een beetje weet hoe amigurumi werkt, dan zijn deze boeken echt geweldig. Er staan ook weer heel veel detailfoto's in. Dus als je er niet echt helemaal uitkomt, worden dingen ook wel heel erg goed stap voor stap uitgelegd. Ja, dit zijn gewoon hele leuke boeken. Heel origineel vind ik. Heel veel kleur, heel fantasievol. En ja, ik vind deze 2 eigenlijk echt wel heel bijzonder. Die Lula en haar Amigurumi Friends is ook heel geweldig. Kijk, hier is de opa. En ja, ze zijn, ik vind het echt bijzondere boeken. Het is weer eens, het is anders dan anders. Helemaal niet standaard. En als je zin hebt om gewoon eens een keer wat anders te haken, dan zijn deze heel origineel. Als je er niks uit gaat haken, zijn ze ook gewoon super om te bekijken. Ik heb ze al 100 keren doorgebladerd. En nou, daar geniet ik ook gewoon enorm van. Dus dat zijn deze. Dan heb ik nog wat poppen van, nog wat boeken met popjes in. Dat is deze, Iconic Women.
Oh joh. Ja, mijn telperikelen zitten er nog in. Dus dat is deze. Iconic Women Who Changed the World. Heel erg leuk. Het basispoppetje is eigenlijk steeds min of meer hetzelfde. Maar door de details worden het toch echt steeds andere typetjes. Heel leuk. Ik denk ook voor beginners. Want ja, het is een heel eenvoudig basispoppetje. Maar wel ja, de details maken het gewoon bij dit boek. Dan hebben we dit boek. Friends and Celebrations. Dit boek is eigenlijk een samenstelling van ontwerpen van verschillende bekende amigurumi ontwerpers. Dus op de achterkant kun je ook zien wat er allemaal in staat. En ja, wat leuk is aan dit boek is dat het eigenlijk niet echt één stijl is. Dus dat het eigenlijk voor iedereen wel, ja, wel wat heeft. Dus kijk. Een paashaasje. Mooie met baby. Ja, dus dit boekje is eigenlijk heel, ja, heeft verschillende stijlen. Omdat er ja, verschillende ontwerpsters aan mee hebben gewerkt. En dat maakt het boek ook wel weer heel origineel. En ja, niet zo vanzelfsprekend, omdat er gewoon echt heel veel variatie in zit. Dan de laatste boekjes, dat zijn ook weer kleine poppetjes. Dus als je kleine projectjes wil doen, dan vind ik deze amigurumi boekjes heel erg leuk. Dus Little Heroes, Kleine Heldenhaken en Mini Kingdom van Aradia Toys. Ja, dat is ook echt heel erg leuk. Ook heel veel detail weer erin, dus heel veel stap voor stap. Wat ik zelf altijd heel handig vind. Kijk, als je bijvoorbeeld hoe het haar eruit ziet of hoe je dat moet doen, kun je ook weer vinden. Daar vliegt weer een label van wol uit. Nou. Dan denk ik dat we bijna alles gehad hebben. Ik heb hier nog een paar gewoon hele mooie boeken. Die gewoon mooi zijn om te hebben. En die gewoon heel sfeervol zijn. Dan heb ik nog wat techniekenboeken. Die ook eigenlijk heel erg handig zijn. En ik denk dat iedereen die haakt dat het wel handig is als je die gewoon hebt. En dan heb ik nog een paar boeken met een beetje felle stijl, een beetje stijl waar ik wel van hou. Het zijn wat oudere boeken, maar daarom zeker niet minder. Dus als je die nog kan vinden, zijn ze ook heel leuk. Ik ga beginnen met de techniekenboeken. En even. Dus natuurlijk heb je boeken zoals de haakbijbel, stekenboeken, techniekenboeken. En ik denk als je, ja, niet alleen als een beginnende haker of haakster, ik denk dat het sowieso hele fijne boeken zijn om te hebben als een soort van naslagwerkjes. Wat ik een hele fijne vind is deze, haaktechnieken. Daar worden heel veel ja, eigenlijk heel veel basisdingen uitgelegd, maar op een hele duidelijke manier met tekeningetjes. Dus ik vind dit zeker, ja, beginners, iets wat gevorderd. Als je wat nieuwe steken wil leren, dan is dit boek, ja, dit is heel erg fijn om te hebben. En om dingen in terug op te zoeken als je het even niet weet of als je twijfelt. Dan wat ook altijd heel erg leuk is om te hebben, is gewoon een boek met allerlei kleine dingetjes of details om te haken. Dit is er dan een van allemaal bloemen. Maar je hebt natuurlijk heel veel verschillende soorten.
Als je bijvoorbeeld zo'n bloemenboek hebt, dan kun je daar natuurlijk ook heel veel mee doen. Je kunt daar je kunt bloemen gebruiken op een kussen, op handschoenen, op een muts. Ja, wat dan ook. Er staan gewoon heel veel leuke bloemetjes in en blaadjes. En ook leuk om bijvoorbeeld een krans mee te versieren of een kleine decoratie op een cadeautje. Ik vind dit ook zoiets, net als de haaktechnieken, heel handig als je zo'n boek hebt om gewoon kleine dingetjes te oefenen en gewoon kleine leuke dingetjes te kunnen maken. Iets soortgelijks is het bloemblokkenboek. Dat is bijvoorbeeld net als een granny square book. Dat heb ik ook, maar dat kon ik even niet vinden. Maar ik vind dat je ook dat het gewoon hele handige dingen zijn om te hebben. Dus bijvoorbeeld een techniekenboek, een haakbijbel, een stekenboek, een bloemenboek, een bloemblokkenboek, een granny square book. Ik vind eigenlijk dat dat een beetje basisboeken zijn die wel heel handig zijn om te hebben als je veel haakt. Dan hier hebben we ook nog, dat vind ik eigenlijk ook een beetje bij de basisboeken horen, mandala's. Ja, kan je ook heel veel mee. Je kunt ze natuurlijk gewoon als een wandhanger doen of als een kleedje. Een mandala is ook altijd heel leuk als de bodem van een tas. Dit is een wat ouder boek, maar het is wel een, ja, ik vind het heel erg mooi. Er staan heel veel haakdiagrammen in. Dus ik vind dat soms wel handig. Ja, in dit boek vind ik alles wel duidelijk, ook de uitleg en de diagrammen. Maar soms heb je ook wel eens boeken waarin eigenlijk de uitleg niet zo duidelijk is. En dan vind ik het heel handig als er een haakdiagram bij zit, zodat ik toch eventjes terug kan kijken wat er precies bedoeld wordt. Nou, we zijn er bijna, mensen. Ik heb nog 2 stapeltjes te gaan en dan zijn we rond. Oh ja, dit ga ik ook even zeggen. Dit is een, ja, ik denk Japans. Ik weet het niet wat, of het Japans is. Ik heb altijd aangenomen dat het een Japans haakboekje is. Ik heb een periode gehad dat ik heel veel van dit soort boekjes kocht. Ik kan nu alleen maar deze even terugvinden. Maar ik moet zeggen, deze boekjes zijn... Er staan hele originele ideetjes in, ook een beetje kawaii-stijl vaak. Natuurlijk is het voor ons, of voor mij althans, niet leesbaar de uitleg. Maar omdat het toch ja, vaak simpele patroontjes zijn, staat er wel altijd, hoef je niet altijd de uitleg echt te lezen. Want er staan hier allemaal kleine diagrammetjes bij. En het meeste zijn allemaal vaste, dus dat is toch wel, ja, toch wel heel goed te volgen. Maar ja, ik vind het zelf heel leuk. Dus laat het, als je zoiets voorbij ziet komen, laat het geen drempel zijn. Want als je een beetje diagrammen kunt lezen, dan kom je er zeker uit. Ook al is de tekst in een compleet andere taal. Dus als je Japanse of... Ik weet, ja, printed in Japan. Dus ik denk echt wel dat dit Japans is. Maar als je die boekjes ziet, ze zijn echt super, super, super. Als ik de andere vind, zal ik ze nog laten zien. Maar zeker heel erg leuk. Dan, ja, dat zijn alweer wat oudere boeken. Maar de meeste van jullie zullen ze wel herkennen. Of ze misschien ook wel in huis hebben. Dat zijn onder andere de boeken van Claire Boeter en Saskia Laan. Dus nou ja, dat zijn boeken die echt al toch al heel wat jaartjes oud zijn. Maar als je ze nog kunt vinden, misschien ook wel of tweedehands als ze niet meer te krijgen zijn. Of Vinted of waar dan ook. Ik kreeg laatst ook een paar hele leuke boeken van mijn zus via Vinted. Dus daar kan je ook hele leuke boekjes vinden. Maar deze boeken hebben gewoon heel veel leuke kleurinspiratie. En wat er ook heel leuk aan is en heel duidelijk aan is, is dat er altijd heel duidelijke haakdiagrammen bij staan. Dus
Ik vind deze boeken ook echt heel geschikt voor beginnende haaksters. En met heel, heel veel inspiratie. Dus dat zijn de boeken van Saskia Laan. En dit is eentje van Claire, van bij Claire, Claire Boeter. Zeker heel erg leuk om te hebben en om leuke, niet te moeilijke projecten uit te maken. Een andere hele leuke met felle kleuren is Polyfi-stijl. Jullie kennen de stijl waarschijnlijk wel van Polyfi. Natuurlijk heel veel kleurtjes, heel veel details. In dit boek wordt er eigenlijk ook uitgelegd, kijk, hele mooie sfeerfoto's. Wordt er uitgelegd hoe je bijvoorbeeld zo'n mooie wrap kunt maken. Ook hoe je alle kleine details kunt haken. Dus gewoon echt ook heel, heel erg leuk. De stijl is natuurlijk geschikt voor heel veel dingen. Voor kussens, voor omslagdoeken, haarbanden. Dus ik heb het ook al best wel lang. Dus of het nog te krijgen is, waarschijnlijk wel hoor. Maar dus dat is Polyfi-stijl van Polyfi. Dan, als allerlaatste, heb ik nog gewoon een paar mooie, sfeervolle boeken. Dat zijn eigenlijk boeken die gewoon heel mooi zijn om te bekijken, waar je ook weer heel veel inspiratie uit kunt halen. En die ook gewoon heel mooi zijn om te zien, vind ik. Een hele mooie vormgeving en maakt je gewoon blij. Dus deze is het boek Handmade. En in Handmade wordt eigenlijk uitgelegd hoe je zelf garens kunt verven. Er staan ook wat patronen in. Hoe je ook een haaknaald bijvoorbeeld kunt maken van hout. Er staan eigenlijk heel... Ja, het is gewoon een heel mooi sfeervol boek. Kijk, met hele mooie... gewoon hele mooie foto's. Het is heel naturel. En heel, het is gewoon ontzettend mooi vormgegeven. Heel duidelijk ook als er een patroon in staat. Het verven is dan ook met natuurlijke materialen. Dus het is ook echt een hele mooie om te hebben. Dan, wat ik ook een heel mooi vormgegeven boek vind, is het boek Cocoon. Cocoon heeft ook hele mooie sfeervolle foto's. De vormgeving is echt weer heel, heel erg mooi. Gewoon hele eigenlijk eenvoudige, maar heel mooi gestijlde projecten. Hele mooie tinten. Dus gewoon ook echt een heel mooi boek om te hebben, om lekker door te bladeren en van te genieten. Dan het allerlaatste boek is het boek Modern Haken, Modern Crochet. Dit is ook eigenlijk een heel minimalistisch, stijlvol boek. Er staan ook weer hele mooie foto's in. De patronen zijn heel basic. Dus je hebt bijvoorbeeld een beanie, je hebt een mand, een kussen, een sjaal. En alles is in wit en grijs tinten. Het is gewoon de vormgeving van het boek doet het hem, vind ik. Dus ook een heel mooi boek om gewoon lekker te bekijken. En of op plekken op je koffietafel neer te leggen en van te genieten. Dus ik denk dat we er doorheen zijn. Ik heb heel veel boeken besproken.
Ik ben benieuwd ook wat jullie favorieten zijn. Of jullie nog boeken hebben of boekentips die ik niet heb genoemd. Of dat je zegt van nou, dat boek had je echt moeten noemen, want dat is echt dat is zo'n leuk boek. Laat het me weten in de comments hieronder als je nog wat leuke tips hebt. Vind ik altijd heel erg leuk om te horen. Ik hoop dat jullie wat kunnen met deze informatie en dat het jullie een beetje geïnspireerd heeft. Als je een vraag hebt over een bepaald boek of als iets niet duidelijk was wat de titel was of de schrijfsters. Want zoals ik al zei, het zijn er zoveel. Ik kan ze onmogelijk allemaal gaan linken. Maar laat het me weten, dan geef ik je even de juiste informatie door. Nou, leuk dat jullie weer allemaal hebben gekeken. En dit was een boekenvlog. Als jullie een idee hebben voor een ander vlog, hoor ik dat ook graag. Ik ga lekker genieten van mijn koffie. En nog eens wat mooie boeken doornemen. En ik zie jullie heel graag weer terug bij de volgende vlog. Doei! Heel veel haakplezier allemaal!